En Omtzigt, die heeft toch niet verteld wat hij gaat doen? Hij gaat in ieder geval niet naar de BBB. Nee. Nou ja, dat vond ik al een geruststellende mededeling. Ik had niet anders verwacht, maar goed, toch. Ja, moet hij een eigen partij oprichten? Nou, hij zou zeggen een eigen partij oprichten. Hij is natuurlijk gevoelig voor burn-outs, dus mensen vragen zich af. Ook dat, en dan moet je dus natuurlijk allerlei mensen benoemen. Die zeker bij een Einzelgänger als Omtzigt zal dat niet makkelijk zijn om mensen te benoemen die je ook verantwoordelijkheden geeft. Dat zal niet meevallen. Dat is steeds bij nieuwe partijen natuurlijk het pijnlijke en het punt en het afwezige punt. Is dat je geen mensen hebt die wat kunnen. Of die enige ervaring hebben op bestuurlijk gebied. Ja, ik weet niet, een van de nieuwe gedeputeerden voor de BB-beweging was gewoon een prominent lid van de CDA. Misschien is dat, ja, zuigt als het ware de BB-beweging het CDA leeg. En is de BB het nieuwe CDA? Daar zit toch wel wat in, of niet? Dat zou best wel kunnen, ja. Ja, dan moeten ze de zaak goed op de heel zien te houden. Dan is ze, ja, ik zie dat ook die CDA, die hebben werkelijk zoveel kapitale blunders begaan, dat kan niet meer goed komen, denk ik. Het zou ook nog kunnen zijn dat Omtzigt ook stopt, hè? Dat hij ook zegt, van net als Renske Leijten, van ik vind het wel mooi geweest. Nou ja, die Leijten kan ik gewoon ook goed voorstellen dat je, die heeft al iets van 12 jaar in de Kamer gezeten of zo. En allemaal nuttig werk gedaan. Je ziet er ook Kamerleden hartstikke nuttige dingen doen. Moet je er wel een tijdje in blijven zitten. Ja, nou, Omtzigt zit er al een lange tijd. Dus ja, al had ze er lang. Ja. Ik geloof dat Geert nu de langzittende is. Of misschien Ariep. Ariep zit toch ook nog in de Kamer? Die is volgens mij toch wel weg. Zit ze voor de PvdA nog in de Kamer? Volgens mij wel. Oké. Okay. Oh, nou ja, dan moet ik even nakijken. Maar Wilders kan natuurlijk niet stoppen. Hè? Die moet tot zijn pensioen moet hij natuurlijk dit blijven doen. Ja. Ik had de indruk dat hij heel even in een flush dacht van, misschien mag ik toch weer meedoen. Hè? Misschien is er toch iemand die mij de helpende hand reikt. Hè? En ziet dat ik in feite tot mijn knieën in de vette modder van een afschuwelijk slootje sta. Waar ik niet meer uit kan komen. Oké, dus. Dames en heren, dit was een metafoor. Ja. Een slootje, vette modder, begrijpt u? Ja, het is even denken, maar je komt er vanzelf achter tenslotte. Ja. Laten we even nog kijken naar wat vragen die over dit thema zijn binnengekomen. Want er zijn natuurlijk veel mensen die dit bezighield. Het was natuurlijk ook wel, er gebeurde elke dag wat, hè, deze week. Het was spectaculair, dat moet je zeggen. Ja, zeker. Zo staat de boel, maanden stil. En zo gebeurt er toch... En zo gebeurt er iets waardoor het dan daarna 2 jaar stilstaat.